Het is 21 maart. En wat betekent dat? De gemeenteraadsverkiezingen. Het is tijd om te stemmen. Maar ja, als jongere, waar ga je dan stemmen? Ik heb de tip gekregen om naar het Welland College te gaan. Dus ik ben er nu aangekomen en ik ben benieuwd wat ze me hier te vertellen hebben. Ik ben aangekomen op Welland College en ik sta hier met Selma, Nikki en Tom. En ik heb een paar vragen voor ze. Want was dit eigenlijk jullie eigen initiatief om hier een stemlocatie te krijgen? Ja, het is een initiatief van de school. Die wilde heel graag dat mensen hier zouden gaan stemmen. En nou, daar is eigenlijk voor gezorgd. Oké, okay, en wat doen jullie zelf zoal? Ik zit bij de ingang. Ik laat mensen zien waar het stembureau is, geef ze koekjes, drinken. Ja, en wij hebben eigenlijk de hele dag aan de kant van de weg gestaan om te zorgen dat mensen wisten waar het was. Oké, okay, en is het al een beetje druk hier? Vrij rustig in de ochtend, alleen vooral de ouderen zijn tot nu toe gekomen. En zijn er nog jongeren gekomen? Eigenlijk niet. En wat hebben jullie als voorbereiding gedaan op deze dag? We hebben als voorbereiding gedebatteerd in Rijswijk. En verder hebben we ook in de klas gedebatteerd met andere scholen als voorbereiding. Ja, om een beetje idee te krijgen van wat er nou in het echt gebeurt bij de echte gemeenteraad. Zelf mag ik niet stemmen, helaas. Maar als ik wel zou moeten stemmen, dan zou ik eigenlijk helemaal niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Ik bedoel, je krijgt een papiertje van de gemeente en doe je dat in de vuilnisbak? Ik weet het niet. Gelukkig wil Nikki even voor mij laten zien hoe het wel moet. Voor mij is alles een stuk duidelijker geworden. Heb je nog niet gestemd? Zeker even doen. Ik bedoel, hoe lang hebben we wel niet gevochten voor het stemrecht? Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en doe even dat duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie terug te zien in de volgende video.